dat ik heel veel haaruitval heb. Bij de hand, pak je vriendje bij de hand. €25 in totaal heb ik zo'n stapel kleding. Het is een heel klein stukje af, omdat ik dit eigenlijk langer wil hebben gewoon. Ik probeer nu echt een soort van alles tegelijk te doen, wat niet echt lukt. Goedemorgen met deze pom-pom op mijn hoofd. Het gaat niet helemaal goed. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is maandag, een nieuwe week. En het is gewoon een tropische dag. Morgen ook nog. En woensdag wordt het volgens mij ook heerlijk weer. Ik heb natuurlijk mijn favoriete zomerjurk aan. Want ik dacht, je weet niet meer hoe lang dat nog of hoe vaak dat nog gaat kunnen dit jaar. Dus ik neem het er even van. En ik ben nu gezellig eventjes met Anna aan het spelen. Ze ligt heerlijk op dit kleedje. En ze is in een opperbeste stemming. Ik denk omdat de zon schijnt, hè? Is dat het, schat? Heeft ze weer de leuke regenboogrompertje aan. En ook superleuk dat ze dit broekje nog even aankon. En dit is trouwens een heel schattig ding. Ze vindt hem helemaal leuk. Door die felle kleuren ook, volgens mij. Die heeft mijn stiefzus gemaakt. Dat is toch super lief. Die gaf ze gisteren. En hierin zit knisper. Dit zijn helemaal veilig. Oogjes, dus die kunnen er niet af. En er zit een belletje in. En dit is heel fijn nu waar ze op kan knagen. Ja, die is leuk, hè? Zie je er kijken dan. Pak hem maar. Of is de camera nu interessanter? Allebei wel. Goed zo, meid. Ah, super lief. Vooral hoe groot die ook nog bij haar is. Dan zie ik toch wel weer hoe mini ze eigenlijk is nog. En ik wacht ondertussen nog op onze Albert Heijn bestelling. Die wordt zo meteen bezorgd. En ik ben heel erg blij dat het zo uitkomt met dat Anna dus net gevoed is. En dat ze heeft geslapen en zo. Want dat is gewoon het meest ideaal als ik zo de dingen in de koelkast moet inruimen. Je weet nooit helemaal hoe dat uitkomt. Maar nu moet het wel goed komen, want ze zijn er binnen nu in een kwartier. Staat er? Ja, dat is fijn, hè? Vind jij ook fijn? Dan word jij ook niet gestoord. Dus ja, super chill. Ik voel me heel goed. Gisteren had ik echt een off day. En vandaag voel ik me eigenlijk wel weer veel beter. En geïnspireerd en zo. Gewoon een fijne dag. Misschien dat het weer stiekem ook meer invloed heeft dan ik van tevoren dacht. Ik ga nu nog even deze playlist aanzetten met Nederlandse kinderliedjes. Echt, sommige zijn wel echt dat ik denk, dat kan niet meer gewoon qua tekst. Deze vallen volgens mij wel mee, maar ik weet niet of die hier tussen zit. Hoe heet dat Nederlandse liedje ook weer, als iemand het weet? Volgens mij over een zigeunermeisje of zo. Maak nu een buiging. Maak nu een buiging. Bij de hand. Bij de hand, pak je vriendje bij de hand. Bij de hand, pak je vriendje bij de hand. Ik vind dit geweldig, want ja, sorry, maar ik ken gewoon bijna al die nummers niet meer. Dus dan kan ik ze even oefenen. En ze vindt het heel erg gezellig. Tweede wandeling van de dag en ik heb een speciaal zonnescherm van Jules. En die is dus echt top, want die kun je dus wel met warm weer eroverheen doen. Want die is heel ventilerend. Speciaal daarvoor ontworpen eigenlijk om die zon tegen te houden. En ondertussen luister ik een podcast. En ik luister nu een podcast van Juris Date. Dat is van Spuiten en Slikken. En die interviewt allemaal personen die op seksueel gebied iets anders hebben, zeg maar. En nu luister ik een podcast over iemand die intersex is. Ik vond het heel interessant. Daar heb ik echt niet vaak wat over gehoord eigenlijk. Ze hebben ook YouTube-video's met de korte versie van de podcast. Die kijk ik dan ook. Maar ik vind het ook leuk om het uitgebreide interview, zeg maar, te horen. Dus dat ben ik nu aan het luisteren. Nou, vanochtend ging het slapen in bed wel best prima. Maar nu niet, vanmiddag. Ik denk dat het weer die tandjes zijn. Dus ik hoop dat ze gewoon even in het draagzak gaat slapen. Poppy. Ik kom wel goed aan mijn beweging vandaag. 2 keer buiten gewandeld. En nu lekker door de kamer wandelen. Ze kwelt ook die rand helemaal. Zie je hoe nat dat is? Lekker, hè? Oh, ze is wel stil. Misschien moet ik vaker blijven kletsen zo. Misschien moet ik even een voice memo opnemen voor Bon en Lot. De bestelling is inmiddels 4 uur geleden bezorgd. Ik heb 2/3 uitgepakt. En deze staat nog steeds te wachten totdat ik eraan toe kom. Gelukkig zitten hier geen gekoelde producten of zo in. Marco heeft net lekker gekookt. En we gaan deze pasta salade eten. En dit is zo'n saladepasta. Die is toch ook van groente gemaakt? Mm. Of zit groente smaak bij? Zit poeder erin van. Ja, het is in ieder geval een soort pasta waar ook geen ei in zit, weet ik.
En dan zit er aubergine bij, rucola. Tomaatjes hebben wij extra toegevoegd, want dat vinden we lekker. Net als pijnboompitjes. En dit is parma ham. Daar zit geen koemelk eiwit in. En dat kan ik wel gewoon eten, omdat het onbewerkt vlees is, zeg maar. Wij gaan ondertussen Rita kijken. Dat is een nieuwe serie die we hebben ontdekt op aanraden van mijn moeder. Een Deense serie en heel hilarisch. Het is een beetje Luizenmoeder, maar dan wat minder te fout, zeg maar. Maar wel, het heeft er wel iets van weg. Het is heel leuk, vind ik. Ik hou sowieso van Deense series. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het wordt een tropische dag. Super chill. Ik heb net mijn haar gewassen, zoals je ziet. En wat me nu echt opvalt, eerder dacht ik nog, ik heb het niet, is dat ik heel veel haaruitval heb. Volgens mij is nu ook een beetje zo'n piekmoment. Dat lees je overal, dat zo'n 3-4 maanden na de zwangerschap. Ik ben ruim 4 maanden daarna. Gaat dat lekker met rollen, kind? Dan verlies je heel veel haar. En het is echt, als je haar was, dan zit het continu tussen je vingers, weet je wel. En dan probeert het eraf te halen en dan heb je weer een nieuw haar. Putje, ja, echt, nee, niet heel chill. Terwijl ik helemaal niet het idee had dat ik tijdens de zwangerschap meer haar vasthield. Ik vond namelijk zelf dat ik helemaal niet mooi haar had tijdens de zwangerschap. Het was juist heel erg echt een soort stroobos, heel droog. Maar waarschijnlijk dus wel dat ik meer haar vasthield, maar dat het gewoon niet heel mooi gezond eruit zag. Ik vind het nu meestal echt weer leuker zitten. Maar ja, ik heb dus wel last van die haaruitval. Dus ik ben benieuwd of ik daar ook nog echt wat van ga zien. Voor nu zie ik dat niet echt. Ik heb gelukkig best veel haar, dus fingers crossed. Het is alleen irritant. Anna is net omgedraaid en ik ben heel blij dat ze nog één keer dit schattige pakje van Prenatal aan kan. Nu het zomers weer is. Die is mooi, hè? Sowieso groeit ze nu wel minder hard dan in het begin. Dus ik merk dat ze nu wel echt, ja, ik denk dat ze voorlopig echt nog wel een 62 kan. Sommige dingen heeft ze 68, want ze heeft best lange benen en haar romp is vrij lang. Maar dat zit dan eigenlijk veel te wijd. Hè? Want ze is nog geen 6 kilo. Dus dan, ja. Maar ze is wel iets van 62 centimeter. Dus ja, dat is gewoon een beetje zoeken soms. Is het interessant, schat? Moet ik een andere bladzijde? Ben je een beetje verveeld geraakt? Die? Is die goed? Ja? Oké. Okay. Gaan we slow dansen. Ook leuk. Slow dance. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Dat is een camera. Je wordt gewoon gefilmd. Ben jij een beroemdheid? Hallo. Niet kwijlen. Dat is niet zo. Oh, die camera en kwijlen tegelijkertijd. Dat mag hoor. Dat mag gewoon. Ik heb er een ochtendje werk op zitten. Ik heb wat administratie gedaan. En een Insta-story haul die ik nog moest doen. En nu ga ik kolven, want Marco heeft Anna net gevoed. Hij is vrij op dinsdag en vanaf nu wil ik wel echt proberen om dan, ja, alleen 's ochtends en eind van de middag, zeg maar, live te voeden. Maar niet de rest van de dag. Want dan kom ik gewoon net aan wat meer werk toe. Oké, mijn lunch nog even uitgesteld. Ik dacht, ik ga even snel stofzuigen. Toen was de was klaar, dus die hou ik er maar even uit. Met onder andere dit ondergekwelde boxkleed. Ja, nu niet meer dus. Maar dat was echt even nodig. En ik heb ook nog nu mijn kolfspullen en de flesjes in een sopje liggen. Die wil ik zo nog even uitkoken. Ook dat lukt me namelijk niet altijd. Op de dagen dat ik alleen ben met Anna. Dus ik probeer nu echt een soort van alles tegelijk te doen. Wat niet echt lukt. Maar ja, een beetje prioriteit stellen dan maar. En dit stapelt zich anders ook alleen maar op. Het enige wat ik nu niet ga doen, wat eigenlijk echt moet, is de keuken. De keukenkastjes zijn zo vies. Misschien als Marco tussendoor zo'n tijd ziet dat hij het even kan afnemen. En anders komt dat wel later. Wel grappig trouwens, want in het begin ging ik echt na iedere kolfsessie het uitkoken onderhand. En toen ging ik al best wel snel over naar 1 keer per dag. En nu doe ik gewoon elke keer wel afwassen. Maar vaak zeg maar niet per se dat ik een sopje heb gemaakt. Maar gewoon even onder de kraan met afwasmiddel. En met heet en koud water. Nou ja, je wordt er gewoon ietsje plakker in naarmate je
wat langer moeder bent en je merkt dat het allemaal best oké is. Ik denk altijd, ja, hoe antibacterieel wil je het maken? Maar goed, nu weet ik niet eens uit mijn hoofd wanneer ik het voor het laatst heb uitgekookt. Ik heb wel eens laten zien, maar ik heb zo'n sterilisator. Hier doe je dan 2 cups met water in. En dan is het zo'n maatbekertje bij, gewoon vol. En hier kun je dus al je producten, flesjes, maar ook fopspenen eventueel als je die hebt. Wij gebruiken die niet, want die wil ze niet. flesjes, kolfattributen, allemaal in doen. En dan in de magnetron en dan kook je het zo uit. Dan wordt het een soort stoomgeheel. En dat is echt vooral in het begin. Ik vond dat zo chill. Ik vond het wel echt een hele goede aankoop. Ik zat er sowieso aan te denken, als jullie het leuk vinden, om misschien een soort top 10 baby newborn producten video op te nemen. Ik denk namelijk dat ik daar nu zo na 4 maanden echt wel goed mijn mening over kan geven. Ja, want soms denk je in het begin dat iets heel ideaal is, maar dan blijkt na 2 weken dat het al niet meer interessant voor ze is of toch niet fijn werkt. En dan is het misschien toch niet zo'n goede koop als je aanvankelijk dacht. Nu gooi ik nog even deze dorre dode bloem weg. En dan ga ik lunchen en echt verder. Nou, inmiddels zitten we in de auto en het is nu bijna 3 uur. En ik dacht toch, het is wel gezellig als we eventjes met z'n drieën van dit weer gaan genieten. Nou ja, Anna moet natuurlijk in de schaduw onder een parasol of zo. Maar we gaan heel even ergens wat drinken. Dat is dan nog steeds van het weer genieten. Precies, dat is zeker zo. En ook omdat mijn vader is op vakantie en hij heeft, hebben we die autosleutel mee? Ja. Oh, thank god. Hij nee, heeft, dankjewel Marco. Marco is genoeg. Zijn auto op een plek geparkeerd en onze reservesleutel gegeven, zodat we die auto kunnen gebruiken de tijd dat hij op vakantie is. En die moesten we nog steeds ophalen, of nou ja, nog steeds. Het kon sinds dit weekend. En dat gaan we nu dus doen, want dat is wel heel chill, want dan kan Marco, ja, dan kan Marco in die auto en dan kan deze auto hier blijven, waar de maxi-cosi ook gewoon makkelijk in kan en zo, zonder gordels. Dus dan kan ik gewoon wat makkelijker weg met haar de komende dagen. Dus dat is wel heel erg fijn. Dat is wel chill. Maar dan ga ik wel nooit op mijn vader. Ja. Je vader heeft dan ook alweer het grote voordeel met zijn auto, dat de brandstof kost. Op voor zijn werk zijn. Zo werkt ja, zijn. Dat is ook goed voor ons trouwens. Alleen daarom moeten we het al halen. Ja, dus dat gaan we doen. Die benen gaan er echt continu uit. We hebben even lekker een lekker zomers biertje, ook al vrij. Om echt te chillen in deze bak. Lijkt me echt heerlijk om hier in te liggen. Jij? Zo open met het raster. Hoi, het is woensdag. Ik zit in de auto, want ik ga vandaag naar Almere toe, naar Gabriella. Met wie ik eerder heb afgesproken. Zij heeft een dochtertje van dezelfde leeftijd als Anna. We hebben 1 keer met baby's afgesproken, 1 keer zonder. En nu gaan we weer gewoon met z'n tweeën lunchen. Mijn moeder is bij Anna. Vanochtend was wel echt medium. Ik heb niet zo goed kunnen werken, omdat ja, ik hoorde haar gewoon heel hard huilen. Nu ging het weer, gelukkig. Nu ga ik dus even lunchen. Dus niet werk, maar gewoon een gezellige afspraak. Lekker bijkletsen met Gabriella. En ik moet snel rijden, want het is ruim 1.5 uur rijden. En ik heb over 1.5 uur afgesproken. Oeps. Ik ben weer gezellig met Gabriella. En wij zitten in Almere bij de Black, hoe heet het? Cacatoo, geloof ik. En ik heb gewoon een hele chille vegan ijskoek. Zo relaxed dat ze die hier ook hebben. Deze is met havermelk en vanille smaak. En hij ziet er heel lekker uit. En we hebben allebei smashed avocado toast met tomaat en een soort crunch van, ik weet het niet meer wat er allemaal op zat, maar lekker. Amandel of zo. Eet smakelijk. Kijk, het ziet er ook heel gezellig uit zo van binnen. Ik ben weer thuis, het was echt super gezellig met Gabriella. En Anna en mijn moeder hebben het ook heel gezellig gehad. Lekker veel gewandeld, ze heeft veel gebrabbeld, dus dat is super fijn. En er waren 3 pakketjes binnengekomen, want ik heb bij Vinted wat tweedehands babykleding gekocht. Vond het leuk om te kijken wat het aanbod daar was. Ik vind bijvoorbeeld Veetje een heel leuk, fijn merk voor broekjes, maar het is redelijk prijzig. En ik zag tweedehands echt voor super goede prijzen dingen. En je kan daar ook een bundelbod doen en zo. Ik moet zeggen, ik had Vinted nog nooit gebruikt, want het stond me een beetje tegen door al die reclames. Maar ik dacht, ik ga toch eens kijken. En ik heb volgens mij voor met verzendkosten misschien €25 in totaal heb ik zo'n stapel kleding. Mijn moeder heeft 1 broekje mee en een shirtje waar een heel klein vlekje op zat. Ik moet even terugzoeken in de advertentie of ze dat had aangegeven of niet. Maar goed, het gaat er mogelijk met ossengalzeep wel uit. Maar ik zal jullie alvast deze dingen laten zien. Nou, dit broekje van Veetje, die heb ik al. Maar ze verkocht
de broekjes in een setje van 3 voor 3,50 of zo. Dus dan heb ik deze gewoon nog een keer. Super chill. Ik denk dat ik deze als reserve ga meegeven dan voor bij de opvang. Dan deze. Vond ik ook heel erg leuk. Dit is er eentje met streepjes en met roze en rode hartjes. En die andere die in dat setje zat, dat was een grijze met hartjes. Maar die heeft mijn moeder dus even meegenomen. En van diezelfde verkoper had ik ook nog een shirtje van Petit Bateau. Zwart met wit gestreept met heel schattig ruffelkraagje en een soort pofmouwtjes. Maar die had ook een heel klein vlekje. Dus dat was jammer. Dan van een andere verkoper had ik 3 superleuke items. Dit truitje of vestje van Prenatal. Donkergrijs. Een heel erg mooi jurkje van het merk Play Up in een hele leuke groene kleur. En van het merk Zacht of Z8. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat zegt. Die hebben ook wel heel leuke dingen. Dit donkerblauwe jurkje of tuniekje met kleine blauwe hartjes. Deze items ruiken ook super fris. Vind ik heel fijn. En dan de laatste verkoper. Ook 3 hele leuke dingen. Van Hema een okergeel vestje. Super fijn voor de herfst. Van ook weer Veetje. Ik heb daar dus een beetje op gezocht. Dit broekje. En ik vind deze echt heel leuk. Deze is niet meer helemaal als nieuw of zo. Maar ja, dat maakt me eigenlijk niet uit. Want hij is wel gewoon heel schoon en fris en zo. Van ook Petit Bateau. Ik kende dat merk niet echt, maar ik zag op Vinted hele leuke dingen. Met een hertje en heel cute van die ruffelmouwtjes. Een shirtje. Ik vind dit ook heel erg leuk samen trouwens. Het enige wat ik echt niet snap aan Veetje, dat vind ik heel erg jammer, is dat zij op al hun items zetten, bijna alles, Veetje Girls of Veetje Boys. Want ik heb dus ook een broekje dat waarop staat Boys. Terwijl het slaat nergens op. Er zit alleen geen strikje op en het is met blauw. Maar dat vind ik dan zo zonde. Dan denk ik, je kan toch beter dat gewoon weglaten. En dan kiezen mensen zelf wel wat ze willen. Maar goed, verder vind ik het hele chille broekjes. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb lekker een hele werkdag voor mezelf. Heel veel zin in. En ik ga beginnen met mijn video waarin ik mijn kledingkast opruim. En dat is eigenlijk een soort van 2 vliegen in 1 klap. Wat heel handig is op deze dag dat ik altijd dijken wil verzetten. Want dan kan ik én iets doen aan mijn huishouden. En ik heb een nieuwe video. Top. I know, ik heb zoveel jongens. Het is echt niet normaal. Oké, ongelooflijk dit. Dit hing dus allemaal erbij nog op die bovenste verdieping in de kast. Dit zijn inmiddels de 3 tassen met kleding. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en ik ga even mijn koffie zetten met havermelk. Ik heb mijn basis al op qua make-up. Of nou ja, dat is niet zoveel wat ik gebruik, maar een beetje foundation en concealer. Maar voor de rest nog niet, want toen werd Anna wakker, dus die heb ik net gevoed. En die ligt nu lekker in de box een beetje te brabbelen. Dus nu is het ook even tijd om mijn koffie van de ochtend te maken. Ik heb een hele basic outfit aan, had ik zin in. Met dit lievelingsshirt die ik al jaren heb van Louis. En gewoon een hele fijne stretchy jeans. Welke mok zal ik vandaag kiezen? Super papa. Nee, ik neem mijn mama mok. Lekker cheesy. Maar ik vind deze gewoon heel fijn drinken ook. En we gaan voor een cappuccino. Hallo schatje, heb je zo'n mooi jurkje aan? Deze hadden we gekregen van Elise, Girl on the White Bike op YouTube. Echt een heel schattig jurkje. En ik heb even haar een donkerblauwe legging eronder gedaan. Dat vond ik er wel leuk bij staan. Gisteren had ik eigenlijk niet meer gevlogd, maar ik was gewoon aan het werk. En dus toen ben ik vooral bezig met andere dingen voor werk. En als ik dan ook nog erbij moet vloggen, is dat gewoon echt een beetje too much. Mama ligt op bed, dus ik ben even achter mijn laptop gekropen en probeer een stukje te editen. Ik ga nergens vanuit op werkgebied op dagen zoals deze. Maar het is die als ik iets kan doen. Ik heb hier mijn mok. En ik ben even benieuwd naar iets. Want Marco lacht me dus altijd uit. Die vindt het heel belachelijk dat ik in mijn cappuccino een lepeltje wil. Omdat ik er toch geen suiker in heb. Maar ik vind het gewoon fijn om het schuim een klein beetje te kunnen roeren, zeg maar. Ik wil nog wel dat het schuim is. Maar ik wil niet dat het zo schuimig is dat ik mijn cappuccino op heb. En er nog allemaal schuim over is in mijn mok. Is dat nou zo raar? Want ik vind van niet. Dus please geef me een beetje steun. Nee, je mag het ook laten weten als je het ook raar vindt. Maar ja, ik vind het gewoon fijn, een lepeltje. Dat drinkt gewoon lekkerder, vind ik. Wij gaan even gezellig wandelen. Ik heb er echt zin in. Ik ga een podcast luisteren, denk ik, ondertussen. En ik denk dat zij een beetje gaat rondkijken. Misschien een beetje slaperig gaat worden. Zou chill zijn. We'll see. Ze heeft er wel zin in weer. Leuk, hè, wandelen? Ja. Lig je lekker in de box bij oma?
Dat is leuk. Dit is echt heerlijk voor haar, want nu heeft ze altijd ruzie met die spijlen en dit is gewoon zacht. Ja. Dus hier, als je wil, kan je hier zelfs lekker doorrollen, kind. Ja, en ze kunnen zelfs... Zo'n uitklapbare. Daarom heb ik dat gedaan. Want iemand zei toen tegen mij van, oh, je hebt je maar haar gezien. Ja, je haar is prachtig. Ja, de vlogkijkers hebben het nu ook gezien. Oh. Ja, heel mooi. Het is ook lichter weer, toch? Nee. Dat komt, lijkt dan zo wat korter is. Alweer een paar maanden terug dat ik dat gedaan. Dan lijkt dat zo wat korter is. Ja, dus een heel klein stukje af. Omdat ik dit eigenlijk langer wil hebben gewoon. En dan wel in de slag en toch weer in de minder schijn. Dat het weer wat beter krult. Ja. Is wel echt leuk. Ja. Anne vindt het ook leuk. Dat is mooi, hè? Ja, precies. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik had gisteren niet zoveel gevlogd bij mijn moeder, maar het was best wel gezellig. Wel weer even, Anne heeft weer meer last. Dat merken we aan krampjes en een beetje aan luiers en zo. Dus ik hoop dat het snel gewoon wat beter gaat. Maar kijk hoe leuk dit is. Ze is nu echt aan het grijpen, maar ze trekt ze ook aan onze lip. Ze probeert Marco's bril de hele tijd van zijn hoofd af te trekken. En ze heeft al een paar keer aan mijn haren gehangen. Echt fantastisch. Pak die bril maar, Anne. Pak die bril maar. Is dat een lekkere hand? Een lekkere hand hoor. Dan gaan we nu lekker weekend vieren. We gaan zo even wandelen en genieten van de laatste zomerdag. En dan ga ik bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden als dat zo was. Doe vooral een duimpje omhoog, daar help je me heel erg bij. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. Of de volgende fashion video. Of vlog, wat je leuk vindt. Allebei mag natuurlijk ook. En fijne dag voor wanneer je dit ziet. Doei doei!